Vandaag is onze eerste Zuidas vastgoedcafé. En deze week hebben we als thema het kantoor van de toekomst. Nou, welkom. Fijn dat jullie er allemaal zijn in het vastgoedcafé. Ik zal jullie eerst even voorstellen. Wouter Truffino is oprichter van Comtech en PropTech. We hebben Annelou de Groot. Annelou is Development Director bij IWG. Jeroen Lokersen. Jeroen is Head of Netherlands Cushman & Wakefield. Leuk. En last but not least hebben we Bernd Stali. En Bernd is CEO bij NSI. Welkom allemaal. We beginnen met jou, Wouter. Je vertelde mij dat jij de laatste week van januari ga jij een kennisfestival organiseren. Het Real Estate and Building Future Proof Festival, mondvol. Ja. Vertel, wat ga je doen? Nou, we hebben tijdens de coronaperiode een aantal online evenementen georganiseerd voor bouw- en vastgoedprofessionals. En dat ging echt om kennisdelen op verschillende thema's. Ja. Daar hebben we van de internationale editie hebben we daar ook een boek van gemaakt, een e-book. En toen dacht ik op een gegeven moment van de zomer van, nou, die online evenementen, dat is natuurlijk wel een beetje passé, want corona is voorbij. Ja. Althans, we mogen weer. Ja. En toen dacht ik van, nou, wat gaan we nou in januari dan organiseren? En toen zei een van de partners van het eerste uur, die zei van, ja, de beurzen bestaan al en de evenementen bestaan al. Wouter, je bent van vernieuwing, dus je moet ook iets nieuws weer in die markt gaan zetten. En toen kwam het idee om à la in Eindhoven de Dutch Design Week een festival te gaan organiseren. Oh, ja. In een stad met een platform eroverheen, Real Estate and Building Future Proof. Maar in de stad dan op verschillende locaties allemaal leuk. Evenementen. Ja. En toen zei ABN AMRO, die zei al heel snel van, Wouter, wij doen mee. Dus we hebben 3 dagen Circle ter beschikking. En inmiddels hebben we allerlei verschillende plekken op de Zuidas ter beschikking gekregen. Dus we maken hergebruik van kantoren. En daar gaan we allerlei kennissessies organiseren. Rondetafels, keynotes. Maar we hebben ook 30 bureaus. Dus we gaan ook op excursie. Leuk. Ja, ja. Dus we gaan allerlei leuke dingen doen. Annelou, ik wil aan jou de eerste vraag stellen. Jullie zijn met Regus en Spaces op heel veel plaatsen aanwezig. Help onze Zuidas. Wat is jouw visie met betrekking tot de kantoren hier op onze Zuidas? De Zuidas differentieert zich van menig ander gebied in Nederland. Onder andere door, we hadden het er net even over, door de verschillende functies die hier goed zichtbaar zijn. Ja. Hè? En dat werkt. Dat werkt niet vanaf het begin meestal, maar daar moeten communities ontstaan. En dat is een van de dingen die ons hier goed doen. We zitten hier al bijna vanaf het eerste uur. Een van onze oudste centers is het Regus in het Atrium. Oh ja, dat was het eerste gebouw trouwens. Ja, he, daarom. Dus we kennen het gebied goed. Inmiddels zitten we met 8 verschillende vestigingen met onze verschillende brands, Spaces, de Office Operators en Regus hier. En het werkt en het wordt steeds beter. Ja, ja. Ja, daar zijn jullie heel goed in, hè? In community building. Ja. Want jullie hebben gisteren ook iets heel nieuws, een contract. Ja, het kantoor, precies. Het kantoor, denken wij, is aan het, nou, dat weten we allemaal, is aan verandering onderhevig. Daar gaan we het vandaag met de andere experts ook over hebben. Maar een van die dingen die anders is, is dat het niet meer 4 muren, een plafond en een vloer is wat we verhuren. Hè, een verhuurder komt daar gewoonweg niet meer mee weg, omdat de huurders meer vragen dan dat. En die vragen een warm welkom en dat er altijd iemand is, een fijne receptie. We zien ook dat de lobby's steeds groter worden en steeds meer lijken op hotels. En wat wij gisteren hebben gelanceerd is de samenwerking met Woendermart. Een technologisch primair platform die je voorziet in convenience stores in onze centers. F&B, maar onbemand, dus op een hele technologische manier. Dus nog meer hospitality brengen we in het kantoorpand zelf. Bernd, jullie hebben op dit moment 1 gebouw in eigendom. Hè? Dat is Vivaldi 1, 2015 in bezit gekomen. Kijk dan, prachtig. Dat houten gebouw. Wat jullie gaan realiseren. Is dat een slim en gezond kantoor? Dit is wel het gebouw waar we proberen de laatste innovaties op het gebied van duurzaamheid en health and well-being te incorporeren. Wat wij zien, en dat is hier nog wat minder, maar in Londen lopen ze daar sterk op voor, dat als een huurder een uitvraag heeft naar kantoorruimte, dan gaat het om 10 pagina's, waarvan de eerste 2 gaan over de huurniveaus en het aantal vierkante meters. En de laatste 8 pagina's gaan over hun eisen op het gebied van duurzaamheid, health and well-being, klimaatkwaliteit
en alles wat daarmee gepaard gaat. Ja. Om uiteindelijk voor de gebruiker van het pand een zo optimaal mogelijk situatie te creëren. Inderdaad, ook om het talent daarin te faciliteren. En ja, dan zie je wat wij als industrie continu aan het doen zijn, iedereen op zijn eigen manier, innoveren om dat product te creëren. De vraag is er vanuit de klant. Ja. En het risico wat je uiteindelijk loopt is dat als je dat product niet meer aanbiedt, dat je uiteindelijk ook gewoon geen huurder meer vindt, omdat bedrijven hun eigen doelstellingen hebben. Ja. En we zien het vanuit heel veel huurders, die hebben meer en meer eisen op het gebied van duurzaamheid, die ze aan hun eigen stakeholders hebben verantwoording waar ze af moeten leggen. En op het gebied van vastgoed wordt het eigenlijk bijna één op één bij ons doorgeplaatst. Zo van, wij hebben dit beloofd, regel het maar. Jeroen, wat is voor jou het grote belang voor Nederland om een locatie te hebben, misschien ook wat internationaal, om een locatie te hebben op de Zuidas? Wat vind jij daar? Zelf als kantoor om hier te zitten? Of? Ja, ja. Nou, dit is voor ons wel de plek waar het gebeurt en het ook steeds dynamischer en leuker wordt. Gelukkig kan de Zuidas nu groeien tot wat oorspronkelijk de bedoeling was. Een echte stadswijk. Ja. En dan een stadswijk met deze kwaliteiten. 6 minuten met het OV naar een luchthaven. Fantastisch. Ja. Fietsend naar je werk. Ja. Nou, dat is in de wereld wel heel bijzonder. Ja. En ik denk dat er komt gelukkig wat ruimte vrij uit de Zuidas. En die zal de vraag alleen maar verder aanjagen. Dit is echt niet alleen in Nederland een unieke locatie, maar in de wereld een unieke locatie. Ja, dat geloof ik ook. Wat heeft Zuidas Nederland nodig op het vlak van kantoren, denk jij? Nou, kijk, er is maar één ding wat natuurlijk echt nodig is en dat is talent. Ja. In alle gevallen is het slimste in de gebouwen nog steeds de mensen die er werken. Ja. En dat talent wil hier wel naartoe komen. Dat talent uit de hele wereld wil hier wel naartoe komen. Ja. En dan moeten we zorgen met elkaar dat we niet alleen die kantoorruimte hebben, maar ook voldoende woonruimte. En dan moeten we ook zorgen dat er voldoende opleidingsmogelijkheden zijn om door te ontwikkelen als land. Want dat is de grootste potentie die we hebben, dat hier talent wil komen. Ik denk dat we ook jarenlang onderschat hebben dat een goede werkplek misschien toch wel belangrijk is. Hè? Dat je mensen niet minder ruimte geeft, maar meer ruimte. Ja. Dat je mensen niet matige luchtkwaliteit geeft, maar juist goede luchtkwaliteit. Dat je mensen beginnen zich te realiseren dat, nog een keer, het allerbelangrijkste is dat je daar met leuke collega's zit. Ja. Waar je mee kan lachen, die je even kunnen helpen en waar je samen sneller die ambitie realiseert. En dan mag je de energie en de power van het bedrijf voelen. Ja. Kijk, ik ga veel verder. Ik wil graag dat als je bij ons binnenkomt lopen, dat je denkt van, hé, ik ben bij Cushman & Wakefield. Ja. He, dat je dat voelt als je binnenkomt. Dat je voelt wie wij zijn, wat we doen en dat er hard gewerkt wordt. Ja. En by the way, ook hard gelachen en hard bier gedronken op de vrijdagmiddag. He, want zo hoort het ook. Wat wij dus doen in het multitenant gebouw, waarbij wij de operator zijn van het hele gebouw, 12.000, 20.000 vierkante meter, spreken we ook af met de verhuurder. We houden NPS-enquêtes. Hè? Dus hoe waardeert nou... Maar wat is een NPS-enquête? Nou, de score van een gebruiker van het pand, hoe onze dienstverlening is namens de verhuurder. Hè? We spreken ook met de verhuurder af. Hoe wil je zorgen? A, wil je het al? En B, hoe gaan we zorgen dat er een community ontstaat? Ja. Want voor Jeroen is het zijn bedrijf, is een fors bedrijf waar je veel kan betekenen. Ja. Maar niet iedereen heeft die substance om ervoor te zorgen dat alles goed geregeld is. Dus door een multitenant gebouw, of in ons geval zelfs op de vloeren waar 2, 3, 4 mensen één bedrijf zijn. Denk aan de boutique advocatenkantoren de kleinere marketingkantoren. Ja. Is het natuurlijk hartstikke mooi om te meten van hoe doen wij het ten aanzien van het verlenen van die dienstverlening. Ja. Maar ook hoe doen wij het ten aanzien van het kantoor aan zich. Ja. Hè, bent u tevreden? Wij doen dat zelf 1 keer per maand, maar we doen het ook in overleg met de verhuurder. Ronald Rover, zij is schrijver en is ook docent aan de TU in Delft. Die heeft het over vegetarische gebouwen. Ik had er zelf ook nog nooit van gehoord. Lijkt me heel saai. maar dat zijn gebouwen die opgebouwd zijn uit allerlei plantaardige materialen. Hoe mooi zou het niet zijn? Sorry. Als er een vegetarische ontwikkelaar is. Is het überhaupt... Nee, maar die man heeft dat echt niet serieus. Dat is echt serieus. Ja, dit gaat nog veel te ver. Ik vind het leuk. Bert natuurlijk... Ik moet eerlijk zeggen, ik weet wat vegetarisch is, maar dan denk ik toch eerder aan voedsel. En dan denk ik, als ik aan houten gebouwen denk ik van, dat is niet vegetarisch, want je kunt hout niet eens eten. Dus ik weet niet eens of dat überhaupt eronder valt. Maar ik zie het wel. Dat is niet bedoeld voor, natuurlijk. Oké, maar goed. Nou ja... Het ik had er nog nooit van gehoord van de term. Zou het niet in de next step zijn? Want we zijn natuurlijk, jij bent ook, je stapt af van het bouwen met staal en beton. Ja. En je gaat nu iets doen in hout. Je hebt nog wel een gedeelte hout. We noemen dit circulair bouwen. Ja. De kern van het gebouw, de core wordt eigenlijk nog uit beton opgetrokken. Ja. Ja. Maar de vloeren
zijn van hout, de vloervelden zijn van hout en de façade aan de buitenkant heeft ook een houten raamwerk. Dus de footprint wordt enorm minder? Veel minder dan wat je vaker ziet met houten gebouwen. Want er is inderdaad ook wel een stukje houtwashing dat mensen zeggen ik heb een houten gebouwd. En dan is het eigenlijk bijna de tandenstoker die op de wc staat waar je, dan noem je dan hout. Maar dat is het ook niet. Maar dit is wel innovatie, want je ziet wel dat het tijd kost ook om deze stap te zetten. Want wat wij nu neer gaan zetten is op dit moment het hoogste houten gebouw ter wereld. Dat hebben we nog nooit echt over iets gezegd, maar dat is wel wat het gaat worden. Ja. En over een paar jaar worden we waarschijnlijk in China ingehaald en dat is helemaal prima. Maar je ziet dat het best wel lang duurt voordat je uiteindelijk op het niveau zit dat je dit neer kan zetten. Ja. Want het is wel uiteindelijk state of the art wat we neerzetten. En dan moet je ook denk je, want het is natuurlijk, als we het wel vergelijken met wat die schrijver zegt, want ik neem aan vegetarisch. Ja, 5 jaar geleden kon je bij de Albert Heijn niks vegetarisch kopen. En nu heb je hele schappen vol met vegetarische producten. Krijgen we straks ook meer producten om in te beleggen qua kantoren? Dat het meer hout is, Ja, kijk, dan krijg je de hele lange discussie van wat is nou... Jij gelooft er niet in, hè? Nou, ik denk dat... ik hou van innovatie en dan moet je dingen experimenteren en dingen doen. En als je zoiets uniek neerzet, is het fantastisch. Ja. Maar laten we alsjeblieft proberen door te ontwikkelen op duurzame toepassingen van beton en van staal. Circulair beton. Goed. Circulair beton bestaat ook. Ja. Wouter, nog even één ding voor jou. Yes. Deze onderwerpen die we net allemaal besproken hebben, die gaan natuurlijk allemaal ook besproken worden tijdens jouw kennisfestival. Je gaat het met de top van de vastgoedwereld, ga je dat allemaal bespreken. Voor wie is het interessant om daarbij te zijn? Nou ja, ik denk eigenlijk alle bouw- en vastgoedprofessionals, die willen weten waar de toekomst heen gaat. Dus het gaat over de toekomst van luchtkwaliteit, toekomst van gezonde gebouwen, toekomst van architectuur, toekomst van kantoren, toekomst van woningbouw, toekomst van flexibel werken. Dus allerlei thema's komen straks aan bod. Uitdagingen zijn ook wel enorm op verschillende vlakken. Volgens mij moeten we daar met elkaar over gesprek, met elkaar kennis over delen. Geloof ik. En het zou gewoon hartstikke mooi zijn dat we dat in een boekvorm ook samen kunnen brengen. En dan over een aantal jaar kunnen terugkijken van dat hebben we toch wel slim bedacht toen met elkaar. Ja, nou leuk. En, dus dat gaan we straks in januari doen. En waar kunnen mensen tickets bemachtigen, Wouter? Ja, dat kan op www.bit.ly/refb-early. Oh ja, en daar zijn wat kortingskaarten. Dat kan ook wel, denk ik, Hij komt in beeld. Ontzettend bedankt dat jullie hierbij waren. Bij het eerste Zuidas Today vastgoedcafé. Proost. Dankjewel. Nou, ontzettend bedankt. En willen jullie ook aan tafel deelnemen? Ik zou zeggen, stuur een mailtje naar de redactie @zuidastodaytalkshow.com. Wij gaan even lekker eten en blijf ons volgen, liken, delen. Tot de volgende week, zelfde tijd en zelfde plaats.